staan hier aan het Twentekanaal bij de Dorrebrug. De Dorrebrug wordt eigenlijk net als de Warmtingbrug iets verderop versterkt. En dat doen we omdat bij de bruggen, nou jij kunt het al zien, die zijn van na de oorlog. Die zijn al dik 70 jaar oud natuurlijk zo'n beetje. Je ziet dat het verkeer is toegenomen, niet alleen in aantallen maar ook in gewicht. Vrachtwagens krijgen meer assen, landbouwvoertuigen kunnen zwaarder belast worden. Dat is allemaal groter en sterker geworden. Alleen de brug is nog steeds de brug, die is niet meegegaan. Nou, voor een aantal jaren terug hebben we de bruggen opnieuw laten doorrekenen. En dat kwam inderdaad uit van ja, ze zijn eigenlijk niet meer geschikt voor het verkeer wat er heden ten dagen overheen moet. Dus ze moeten versterkt worden. Nou, vervolgens is er gekeken van welke bruggen moeten we dan versterken. En voor de Dorren en de Warmtingbrug hier bleek dat er voornamelijk heel veel landbouwverkeer gebruik van maakte. En dus is er gekozen om deze in ieder geval voor de landbouwsector te versterken, zodat de landbouw er eigenlijk gewoon weer met onbeperkt verkeer overheen kan. Ja, je ziet dat de aannemer nu bezig is met de voorbereidende werkzaamheden. Komend weekend wordt zowel de Dorrebrug als de Warmtingbrug 70 centimeter opgevijzeld. Dan gaat die gewoon 70 centimeter omhoog. Dan is die dus ook afgesloten voor het verkeer. En dan gaat men er volgende week een hulpconstructie onder aanbrengen. Dat doen ze met behulp van kranen vanaf de oever. Zodat ze uiteindelijk het betondek, de brug bestaat uit twee stalen liggers met een betonnen dek ertussen. Maar dat betonnen dek is niet sterk genoeg, dus die moet eigenlijk vervangen worden. Dus die gaat er eerst uit en vervolgens komt er een nieuwe betonnen dek in. En die moet dan uitharden, afgewerkt worden. En ergens begin december hopen we de bruggen dan weer open te staan. We kwamen bij het werk erachter dat er aan de brug nog een gasleiding hing. Dus we zijn in overleg gegaan met de beheerder Kogas. En het bleek dat we die in deze periode eigenlijk niet buiten bedrijf onderstellen. Dus we hebben met Kogas afgesproken dat we samen een gestuurde boring gaan maken. De afgelopen week hebben we dat al uitgevoerd. Dus de gasleiding die eerst aan de brug zat, die zit nu onder de grond. Zodat in ieder geval de woningen hier in de buurt komende weken gewoon van gas kunnen worden voorzien. Bij dit soort onderhoudswerkzaamheden is dat we daar 30 jaar voor afgeven. Als je kijkt aan het begin van het kanaal, zijn we natuurlijk een tweede sluiskolk aan het bouwen in Eefde. Om daar veel meer schepen weg te kunnen schutten. Het kanaal wordt nog verder verbreed, zeg maar vanaf Delden. En de zijtak naar Almelo wordt nog verbreed en verdiept. We hebben dan nu de bruggen. We hebben ook nog een stukje vast onderhoud aan zeg maar alle andere bruggen. En we gaan de sluiscomplexen Delden-Hengelo nog grootschalig renoveren. Dus de komende jaren vinden er nog heel veel werkzaamheden plaats op het Twentekanaal.